Goedemiddag, ik ben Maaike Feitsma en ik zal het thema van vandaag, hè, mode en identiteit, belichten vanuit het perspectief van mode en nationale identiteit. De Nederlandse mode-identiteit is het thema waarop ik ben gepromoveerd. Naar de mensen die niet in het wetenschappelijk onderzoek zitten, promotieonderzoek is het onderzoek wat je doet nadat je bent afgestudeerd aan de universiteit. Het duurt over het algemeen 4 jaar of een beetje langer, in mijn geval. En je legt dan vervolgens verslag van je onderzoek in een boek. Dat presenteer je dan vervolgens aan de commissie, dat verdedig je, hè, je stellingen, je resultaten die je hebt behaald. En als dat allemaal goed verloopt, dan mag je je daarna dokter noemen. Dus ik ben dokter in de Nederlandse mode-identiteit. Dat is mijn achtergrond. Goed. Wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Dat is natuurlijk de volgende vraag die jullie dan stellen. Nou, heel kort door de bocht. Ik ga nu natuurlijk verslag doen van 4 jaar onderzoek in 15 minuten. Dus het is een beetje de makkelijke manier. Als je precies wil weten, spreek me even aan in de pauze. Dan ga ik nog even door. Maar wat ik nou kort door de bocht heb onderzocht, is wat verstaan we nu eigenlijk onder dat Nederlandse van de Nederlandse mode? Wat bedoelen we daarmee? Nou, uit mijn onderzoek bleek al heel snel dat, hoewel mensen heel vaak denken dat ze hetzelfde onder Nederlandse mode of de Nederlandse mode-identiteit verstaan, en bovendien dat ze ook denken dat het altijd hetzelfde is gebleven, eeuwenlang, blijkt dat dit helemaal niet het geval is. En in deze presentatie neem ik jullie mee in mijn onderzoek. En laat ik zien dat dat Nederlandse van die Nederlandse mode hele verschillende betekenissen heeft. Ik zal een aantal van die verschillende Nederlandse modeverhalen naast elkaar zetten. En zo die verschillende gezichten van de Nederlandse mode laten zien. Mijn presentatie bestaat uit 2 delen. Eerst zal ik iets vertellen over hoe dit onderzoek aansluit bij een meer internationale kader. Ander onderzoek naar mode en nationale identiteit in andere landen. En in het tweede gedeelte zal ik verschillende Nederlandse modeverhalen naast elkaar zetten en laten zien dat dat Nederlandse van die Nederlandse mode heel verschillend is. Dat het hele verschillende betekenissen heeft die elkaar soms overlappen, elkaar soms tegenspreken, maar ook dat er hele nieuwe betekenissen in de making zijn. Gezien de tijd beperk ik me tot grofweg 3 voorbeelden. Eerst laat ik zien hoe die verhalen in de praktijk tot stand komen. Vervolgens laat ik 2 verhalen zien die elkaar tegenspreken en ik sluit af met een nieuw verhaal wat in de making is. Ik spring gedurende die presentatie geregeld heen en weer in de tijd om te laten zien dat die ideeën over Nederlandse mode steeds weer opnieuw naar voren komen. Goed. Dat onderzoek naar mode-identiteiten. Die relatie tussen mode en nationale identiteit is de laatste jaren een hot topic geworden in de wetenschap. Het wordt ook wel een research trend genoemd. Ja, ook in de wetenschap zijn er modes. Deze boekomslagen illustreren dat. Je ziet Canadese mode, Italiaanse mode, Britse mode. Dit is een hele grote vernieuwing in het modeonderzoek. En deze verandering, die nieuwe ideeën van wat ga je nou onderzoeken aan de mode. Die verandering probeer ik in mijn proefschrift te verklaren op basis van een nieuwe visie van hoe mode zich ontwikkelt. Of hoe mode werkt. En die nieuwe visie die heeft zich ontwikkeld aan het eind van de 20e eeuw. Nou, hoe was dat nou daarvoor? Nou, gedurende het grootste gedeelte van de 20e eeuw zag men mode voornamelijk als iets dat over de hele wereld hetzelfde was. De mode kwam uit Parijs en werd in de rest van de wereld gekopieerd. Zo tegen het einde van de 20e eeuw beginnen mensen, wetenschappers, beginnen hier anders over te denken. Modeonderzoekers zien mode niet langer als een uniform fenomeen, maar iets dat lokale variaties kent. Eerst bestudeerde men deze verschillen door te onderzoeken hoe lokale modes verschilden van de internationale trends die uit Parijs kwamen. Dus met andere woorden, hoe werden die Parijse modes aangepast aan de lokale markt? Dan moet je bij denken aan een ander kleurgebruik, een vereenvoudiging van het ontwerp of de keuze voor een ander type stoffen.
Maar het modesysteem zelf verandert ook in deze tijd. Zo halverwege de eeuw komt de mode niet langer alleen uit Parijs. Vanaf de jaren 60 ontstaan er ook andere modecentra, zoals Londen, Milaan, New York. En vandaag de dag kan eigenlijk overal ter wereld mode ontstaan en zich vervolgens over de wereld verspreiden. In de laatste jaren vragen modeonderzoekers zich dan ook steeds meer af of een plaats een uitgesproken wat ze noemen fashion profile heeft. Hiermee bedoelen ze een duidelijke esthetiek die specifiek is voor een bepaalde locatie. Kortom, wat is er nou gebeurd aan het einde van die 20e eeuw? Van een enkelvoudige geschiedenis van de internationale mode is er een nieuwe geschiedenis of een meervoud aan nationale modegeschiedenissen ontstaan. Of wordt zo begrepen door de wetenschappers. Nou, de centrale vraag in dit soort type onderzoeksprojecten is: wat maakt de mode van een specifieke plaats nou typisch, oftewel anders dan in de rest van de wereld? Nou ja, zoals valt te verwachten, spelen verhalen rondom nationale identiteit, zoals betekent het nou Nederlands of Duits of Engels of Italiaans te zijn, die ideeën en die verhalen spelen een belangrijke rol in dit type onderzoek. Mijn onderzoek sluit nauw aan bij deze internationale vernieuwingen, deze internationale trends. Want wat ik heb gedaan, ik bestudeer namelijk de Nederlandse mode op dezelfde manier. Dat wil zeggen met behulp van dezelfde theorie en met dezelfde, aan de hand van dezelfde onderzoeksvragen. Door aan te sluiten bij het internationale discours wil ik vergelijkend onderzoek tussen nationale mode-identiteiten van verschillende landen in de toekomst mogelijk maken. Maar vandaag gaan we het hebben over die Nederlandse mode-identiteit. Nou, wat bleek er nou uit mijn onderzoek? Al heel snel werd duidelijk dat Nederlanders, wanneer ze het over Nederlandse mode hebben, niet één verhaal vertellen. Voordat we tot deze verschillende verhalen komen, wil ik eerst even een voorbeeld geven van hoe die Nederlandse modeverhalen worden gemaakt. Of in wetenschappelijke termen, hoe die Nederlandse mode-identiteit wordt geconstrueerd. Die constructies van die Nederlandse mode-identiteit vindt onder meer plaats door middel van mode- en damesbladen. In de tijdschriften van de jaren 50 en 60 plaatsen bijvoorbeeld veelvuldig de extravagante Franse mode tegenover de sobere Nederlanders. Hierbij is de boodschap dat de Nederlandse vrouw functionele kleding hoort te dragen in sobere kleuren en zonder fratsen. Door het continue verhalen en herhalen van deze ideeën wordt de Nederlandse mode-identiteit geconstrueerd. Of met andere woorden, de Nederlandse vrouw heeft een negatieve houding tegenover pronkzucht en een voorkeur voor soberheid en functionaliteit. Een ander terugkomend retorisch element is de vergelijking tussen het lichaam van de elegante Parijse mannequins en de Nederlandse vrouw. In de Margriet uit 1960 lezen we bijvoorbeeld: ook bij deze modellen is zelfkritiek geen overbodige luxe. Want hoe fraai zo'n model ook lijkt op een ranke mannequin, voor de Nederlandse vrouw in het algemeen heeft het een groot nadeel. We hebben namelijk te weinig of te veel boosten en vaak ook de brede heupen om een dergelijk model perfect te kunnen dragen. Nou denkt u waarschijnlijk als eerste wat een enorm betuttelende toon. Maar de tweede vraag is waarschijnlijk: is dit nu nog steeds van toepassing? Die bladen, die modebladen, die damesbladen zijn natuurlijk enorm veranderd sinds de jaren 60. Nou, daar geef ik u gelijk in. Het is enorm tuttelend en die bladen zijn enorm veranderd. Zowel het uiterlijk van de bladen als de toon waarin je wordt aangesproken. Bladen schrijven al lang niet meer zo nadrukkelijk de wet voor. Maar dit wil niet zeggen dat die modeverhalen, dat die ideeën over Nederlandse vrouwen en mode en wat ze wel en niet kunnen dragen, dat die niet meer naar voren komen. Of niet meer in gebruik zijn. Zowel de specifieke, of veronderstel specifieke Nederlandse voorkeur voor soberheid en functionaliteit, als dat verhaal over die typische Nederlandse, dat typisch Nederlandse vrouwenlichaam, komen nog steeds voor in de bladen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Vogue, Nederlandse Vogue, dan lezen we: en deze zomer is de wijde, hoge taillebroek dus weer terug. Iets subtieler en minder wijd bij de heupen gesneden dan voorheen,
Maar tegelijkertijd moeten we toch concluderen dat de broek niet erg flatteus is voor Hollandse wat vollere heupen. Kortom, hetzelfde verhaal, nieuwe toon, nieuwe vormgeving, maar het idee is niet veranderd. Het komt steeds weer opnieuw naar voren. Dit verhaal over functionaliteit, soberheid en een afkeer van pronkzucht is het bekendste verhaal over de Nederlandse mode-identiteit. Maar zoals ik al eerder vertelde, zijn er nog meer Nederlandse modeverhalen. En we gaan nu naar het volgende gedeelte van mijn presentatie. En daarin zal ik eerst een voorbeeld geven van twee verhalen die elkaar tegenspreken. En vervolgens van het nieuwe Nederlandse modeverhaal. Een voorbeeld van een tegenstelling is dat men niet alleen sober kleurgebruik als een typisch Nederlands iets ziet, maar dat we elders juist bonte kleuren terugvinden als de expressie van de Nederlandse identiteit. Die voorkeur voor sobere kleuren wordt regelmatig in verband gebracht met de dracht van de 17e eeuwse regenten, die zich ondanks hun geweldige rijkdom heel sober kleden in zwarte kleding met witte kragen en manchetten. En ditzelfde verhaal van die sobere dracht zien we ook terugkomen wanneer men het sobere kleurgebruik van moderne Nederlandse modeontwerpers probeert te verklaren. Zo bijvoorbeeld Lecrine Irlandais of Alexander van Slobben. Als we vervolgens kijken naar het werk van Bas Kosters, dan denk ik dat niemand in discussie met mij gaat dat het niet sober nog kleurloos is. En als je dus door dit verhaal, door deze lens naar zijn werk kijkt, zou je kunnen zeggen van, nou, dat is enorm on-Nederlands. Druk geeft geen expressie aan de Nederlandse mode-identiteit. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Want als je even verder terugkijkt, naar het einde van de 18e, begin van de 19e eeuw, zo rond die eeuwwisseling, dan komen we juist een Nederlands modeverhaal tegen dat de bonte kleuren van de Nederlandse streekdrachten ziet als de uitdrukking van de Nederlandse identiteit. Dit idee dat een Nederlandse mode, of een expressie van de Nederlandse identiteit door middel van kleding, wordt gekarakteriseerd door een bont kleurgebruik, is in de loop van de tijd in vergetelheid geraakt. Maar een voorkeur voor bont kleurgebruik zien we nog altijd terug bij Nederlandse merken zoals Oilily en Cora Kemperman, welke zich veelvuldig laten inspireren, of lieten inspireren inmiddels, door de Nederlandse streekdrachten, Oilily. Liet zich door de Nederlandse streekdracht inspireren. He, met name die felgekleurde bloempatronen. Zien hier op de slides ook wat voorbeelden van. Maar deze merken, die bontgekleurde merken, passen helemaal niet binnen dat gangbare verhaal van die sobere Nederlandse mode. Maar zoals ik al zei, als we dus verder terugkijken naar het verhaal wat rond 1800 in zwang was, dan zou dus juist het meest duidelijke expressie zijn van die Nederlandse identiteit, van die Nederlandse volksaard. En als we door deze bril naar het werk van Bas Kosters kijken, dan zou je kunnen zeggen dat hij die ultieme personificatie is van die Nederlandse mode-identiteit. Goed, nou, wat ik dus probeer te tonen met deze voorbeelden, is dat wat we Nederlands verstaan onder wat typisch Nederlandse mode is, niet alleen afhangt aan van wie je het vraagt, maar ook wanneer je het iemand vraagt. Het verhaal over die bonte kleuren is immers vergeten geraakt en vandaag niet meer in gebruik. En dus bestaan er in verschillende historische periodes verschillende ideeën over hoe die Nederlandse identiteit door middel van kleding naar voren wordt gebracht. Goed, twee tegenstellingen, nu een nieuwe verhaal. Dan een nieuw Nederlands modeverhaal. Want ik zei al, ze worden niet alleen vergeten, ze worden ook steeds weer nieuwe ideeën naar voren gebracht en geconstrueerd. Zo zien we in de laatste jaren in de media steeds vaker een beeld opduiken van Nederland als een plaats, als een centrum voor expertise voor denim, waarbij Amsterdam als een denim capital naar voren wordt gebracht. Dit statement wordt enerzijds onderbouwd doordat Amsterdam een zeer hoge dichtheid aan mode of aan denimbedrijven heeft. Een groot aantal van zowel Nederlandse als van oorsprong buitenlandse merken zijn in Amsterdam of rondom Amsterdam gevestigd. Maar dat is niet het enige. Anderzijds wordt Amsterdam ook gezien
als de personificaties van jeans, zoals bijvoorbeeld blijkt uit dit citaat van Jason Denham. Amsterdam dus als de personificatie van denim, van de attitude van denim. Een duidelijk voorbeeld van hoe Amsterdam en Nederland en een spijkerbroek aan elkaar worden gelinkt en hoe dit in de media naar voren komt, is de denimlijn van het merk Scotch & Soda. De lijn heet Amsterdamse Blauw. En wanneer we dan naar de website kijken, naar de media rondom deze denim, dan verwijst men naar de kleur blauw die in de Gouden Eeuw werd gebruikt om Delftsblauw aardewerk te beschilderen. Maar niet alleen verbindt Amsterdams blauw hun merk met het Nederlandse erfgoed van de 17e eeuw. Ze zien denimblauw ook als een kenmerk van de hedendaagse Nederlandse cultuur. We lezen bijvoorbeeld op hun website: "Nowadays, this color is still widely visible in the streets of Amsterdam on house number plates and street signs." Meestal van jullie zijn al in het buitenland geweest. Straatnaambordjes zijn er ook zeer geregeld blauw. Maar dat maakt niet uit, zij presenteren het als een typisch Nederlands, een typisch Amsterdams fenomeen en linken dat weer aan die blauwe denim. Specifiek over Amsterdam zeggen ze: "We are Dutch and we are in the denim capital of the world, Amsterdam. We're consistently inspired by our great city, which allows us to be more free in our approach of things." Dus door zich in Amsterdam te vestigen, hè, door die identiteit of die volksaard die hier in Amsterdam of in Nederland aanwezig is, kunnen zij het zo enorm goed, die spijkerbroeken, ontwerpen. Nou, dus dit is een heel nieuw verhaal. Ik kan je vertellen, als ik dit verhaal wel eens in het buitenland presenteer, dan trekken mensen hun wenkbrauwen op en dan zie je ze afvragen of ik helemaal goed ben. Maar daarmee illustreert het ook hoe fictief deze verhalen zijn. Hè, ze ontstaan steeds weer opnieuw. Goed, kortom. Ik heb volgens mij een beetje veel tijd, dus we gaan afsluiten. Wat ik in deze presentatie duidelijk heb proberen te maken, is dat die clichés en stereotypen over Nederlandsheid een belangrijke rol spelen in Nederlandse modeverhalen. En wat zo interessant is aan zo'n overzicht van Nederlandse modeverhalen, is dat het duidelijk laat zien dat Nederlandse steeds een andere betekenis heeft voor andere mensen in andere tijden. En die verhalen aan zich zijn interessant. Maar juist door ze te bundelen en naast elkaar te zetten in zo'n boek, wat een proefschrift is, wordt duidelijk hoe veranderlijk dat zelfbeeld van Nederlanders met betrekking tot mode is. Dus hoe denken over hun nationale identiteit door middel van de mode en hoe dat tot expressie komt, steeds verandert. Zoals we al zagen, het ene moment zou je Bas Kosters als on-Nederlands kunnen betitelen of kunnen zien, en het andere moment juist als de top van, of de meest sterke expressie van een zekere Nederlandsheid. En het doel van het onderzoek is niet om te bewijzen van of die verhalen nu juist of onjuist zijn. En nationale identiteit is immers een sociale constructie, een idee wat zich ontwikkelt. Mijn streef is wel om aan te tonen dat mode, een fenomeen dat over het algemeen als oppervlakkig en nietszeggend wordt gezien, juist een belangrijke rol speelt in de constructie van nationale identiteit, van de Nederlandse identiteit. Daarmee is het niet alleen een kunstvorm waar Bas mee begon, maar is het ook een heel belangrijk sociaal fenomeen. Dat was het.